onder vuur. No Surrender vormt daarop geen uitzondering. Kopstuk en het gezicht is de 53-jarige Henk Kuipers. Wij vroegen en kregen toestemming hem een half jaar te volgen. Zowel privé, maar ook als bikkelharde leider van de volgens justitie meest criminele motorclub van ons land. Wat moet ik eigenlijk zeggen als jij straks wordt vastgezet? Oh, ja, ik doe er ook lacherig over, want het lijkt zo langzamerhand wel een beetje een comedie aan het worden. En zij mogen het heel serieus nemen. En dat zullen ze ook doen. En ik hoorde vanmorgen, omdat ik op een lijst stond van grootschalig onderzoek... dacht je dat ik het niet wist, denk ik dan bij mezelf. Ja, natuurlijk weet ik dat. Maar ik heb me niet anders gedragen het laatste jaar... terwijl ik wist dat het een grootschalig onderzoek was. Oh, wat zou je tegen de kijker willen zeggen dan? Ja, ik zeg tegen de kijkers, het is 100% onterecht. En dat zal de waarheid na wat voor tijd ze me ook vasthouden, zal dat blijken. Ik ben er niet ongerust over. We zijn in Zeeuws-Vlaanderen, in het dorpje Klinge om precies te zijn. Ingeklemd tussen de gemeente Hulst en de Belgische grens. Vandaag staat de binnenlandse promo op het programma... en die wordt gehouden in een van de weinige clubhuizen die No Surrender nog telt in Nederland. Met de burgemeester zijn vooraf strikte afspraken gemaakt. Zo mogen op straat geen herkenbare motorhesjes van de club worden gedragen... en is ingestemd met nog wat andere eisen. Want No Surrender is er veel aan gelegen om de vergunning te behouden. Het is lekker druk, hè? Lekker druk, 350 man sterk. Wat gaat er gebeuren? Daar is weer een leuke promo in het vooruitzicht. We worden weer jongens geslaan als prospect. En er gaan weer veel members bij komen vandaag. No Surrender is een motorclub, maar ik zie geen enkele motor. Ja, dat was eigenlijk een van de toelatingseisen, zeg maar, om een vergunning te krijgen hier. Ik heb Rico die belde van, ja, er mag geen motors. Want ik denk met weggaan, denk ik, s'nachts vullen waai. Dus ja, daar hebben we maar naartoe gestemd dat we toch de vergunning hebben. Want dit is een van de weinige clubhuizen van Oost-Rennen nog in Nederland. Het is een van de enigste waar we dit nog kunnen doen, ja. Zal ik zo zeggen. Dus dat wil ik ook zo en Henk ook zo houden. Ja, het mogen duidelijk zijn, de club die het doorgaans niet zo heeft op de regels van de burgermaatschappij... is er plotseling veel aangelegen de afspraken met de burgemeester na te komen. Geen motoren dus. Maar diezelfde burgemeester heeft met geen woord gerept over een partybus... voorzien van een indrukwekkende geluidsinstallatie. Dus ja... Hey jongens, vandaag de promo's. Met mensen namens alle nationals die hier staan. Mensen van jullie, die jongens die prospect geslagen worden, alle succes natuurlijk. Alle mensen die full member gaan doen, alle succes. Dus maak er vandaag een mooie dag van, jongens. Jasje uit, jasje onder de arm. Gaan we naar het veld toe en daar vinden de promo's plaats. No Surrender, yeah, like we come. Jack be nimble, Jack be quick. Jack up the on the candlestick. Stick pimping on the one trick pony. Yeah, she kinda skinny, but she gets my money. Is er nog een geheim om hier het beste doorheen te lopen? Oh, dit is wel een zwaar peloton waar die staat, hoor. Als je vergelijkt met de beelden uit Spanje, dat is toch een andere categorie dit. Dan ben ik serieus. Hier staan de sergeants en de security die slaan hier. Dus er zijn wel echt jongens die fit zijn, zeg maar. die er zin in hebben. Nee, ik word wel echt gemapt, ja. Ja, de eerste! Kom op, jongen! Kom op! Kom op, jongen! Kom op, Pierre! Zeeuws-Vlaanderen! Kom op, Pierre! Gewoon lopen, Pierre! Lopen, Pierre! Goed zo, Pierre! Goed zo, Pierre! Goed zo, Pierre! Ik heb zelden zo'n trotse vader gezien. Dat mag ik wel zeggen, ja. Zo van vader tot zoon. Als je er zo van eerst keer goed doorloopt, dan ben je een trotse vader. Hè. Hoe ging het? Best goed. Ik heb het voor mijn vader gedaan. Voor je vader of ook voor jezelf? Ook voor mezelf, maar meer voor mijn vader. Wordt dat nou vannacht nog op je buik of rug slaan? Wel, nee man. Kom niet janken, een biertje erop en dat is over, joh. Hij gaat ook uit, ja! 1, 2, 3. Kom op. Nee, gewoon opstaan. Opstaan en duwen. Kom op. Opstaan en duwen. Tempo. Vier de warmte, jongens. Wat water. Krijg je lucht? Niet. Omhoog, zijn armen omhoog. Je bent er bijna van. Opstaan. Ja, loop gewoon door. Niet vaak, kom maar. Loop maar door. Kom maar. Nee, niet zwaar. Niet zwaar. Rocky! Rocky Balboa? Ging het niet, hè? Rocky, kom eens. Doe alles weg. Op, op. Rechtop blijven staan, ja? Kom op, man. Op. Ja. Staan, staan, staan. Kom op, man. Kom op, man. Achtel, nee. Kom op! Kom, Frankie! Niks mee te doen. Het prospectslaan zit erop. Tijd voor de full member proof. Zeg maar de laatste test die je moet doorstaan alvorens je je volwaardig lid van No Surrender mag noemen. In Spanje moest er nog gevochten worden tegen een professionele kickbokser. Dit keer volstaat een ritje op een rodeo-stier. No Surrender! Kom op, een keer, hè? Yo! Kom op! Hoppa! Best! Kom op! Kom op! Kom op! Moest even standje! Anders op! Anders op! Ja, goed zitten! Dan gaan we gas geven! Goed zitten! Nou, zakken dan! Zakken! Zakken dan! Kom wel! Nou, opzij! Ben lekker fit, maat! Pas op! Helemaal lekker uitkomen. Ja. Henk, tevreden? Ja, super tevreden. Ja? Tuurlijk. Ik vond het een beetje laf. Wat was laf? Een van de stoerste motorclubs van de wereld misschien wel. En dan gaan we op een luchtkasteel. Ja, dat lijkt wel een beetje lucht. Ja. Nee, maar elke chapter bepaalde voor zichzelf wat de promo wordt. In Spanje werd er geknokt met je zoon. En dat ging er af en toe hard op. En dat hebben we hem ook wel eens gedaan. We hebben wel eens in de ring gestaan. We hebben wel over een koord heen gelopen. We moesten dus overheen kruipen. Net zoals bij de commando's. Er werd er geschoten met paintballwapens. Nou ja, dat had ik. Ik dacht, er wordt nog wel geschoten met een paintballwapen als je op die koe zit. Ja, dat had ook gekund, ja. Nou ja, de ontgroening zit erop, zullen we maar zeggen. Tijd voor de barbecue. Want de mannen hebben wel trek gekregen na een paar uur hangen op een veldje. Maar waar gewone leden achteraan moeten aansluiten, daar rennen de hangarounds de benen uit hun lijf om de top van No Surrender te serveren in de zogenaamde member room. Veel tijd om te eten is er echter niet, want vanuit Duitsland is zojuist Captain Garib gearriveerd. Hij zou het toetje op de avond moeten worden. Ook hij dient zich namelijk nog te laten slaan tot volwaardig lid. Alleen zou dit niet gebeuren met leren jasjes, maar met prikkeldraad. De burgemeester heeft echter lucht gekregen van dit bizarre voornemen en heeft de actie op het allerlaatste moment verboden. Je ziet hoe de Captain Garib er is. Alleen nu hebben we van de burgemeester en de politie al een berichtje gehad dat het hier niet kan plaatsvinden. En de reden is dat we anders vergunningtechnisch hier direct de boel kwijt zijn. Want als we dat hier doen, dan is het poging tot doodslag bij voorbaat. De enige die er echt van baalt is deze man. Die heeft zijn verbandtas alles op bij hem. En geloof me dat hij het ook echt doet. Dat interesseert hem geen flikker. Ik wil een applaus voor Captain Garib geven. Volgende week in Captain Henk reizen we af naar Denemarken en is er eentje terug bij af. Snijd je rommel eraf, nommer. Snijd je rommel eraf. Alles eraf. Opnieuw beginnen. Ik ben diep teleurgesteld tegen jou, weet je dat? I'm a motorcycle man.